Vandaag hebben deze twee kijkers mij opgesloten in een supergrote wereld. 10 dagen lang is er gebouwd aan deze verschillende werelden. En nu is het tijd voor mij om te ontsnappen. We staan hier in een ruimte met Jan is een eend en Roemer is een kip. Waar zijn we beland? Wat hebben jullie vandaag gemaakt? Een grotere map dan dat je eigenlijk ooit een keer met ons hebt gespeeld. Een hele grote map voor jullie, oké. Ja. Er zit veel tijd in. Hoe lang hebben jullie erover gedaan? 10 uur. Ik denk zo'n 10 uurtjes. Ja, 10 uur? Oh, mijn deze. Oké. Leuk. Nou, er staat hier duidelijk. Klik op de knop om te beginnen. Wat moet ik verwachten? Of zeggen jullie gewoon gaan en kijk maar wat, wat er gaan gebeurt? Gaan en kijk maar wat er gebeurt. Ik ga wel gewoon, weet je. Helemaal dikke prima. Jullie zien er goed uit. Jullie hebben een pak aan. Ik ga op de knop klikken. Ik ben benieuwd wat er gebeurt. Ook al weet ik stiekem al dat die deur open gaat als ik op deze knop klik. Maar hè. Meer weet ik niet. Meer dan dat weet ik niet. Oké, dan gaan we jongens. Klik op de knop om te beginnen. 3, 2, 1. Poenk. En dan gaat deze deur hier open, jongens. Die schuift open als een van de mechanische deur. En dan gaan wij hier het avontuur beginnen. Het is donker. Het is niet meer donker. De deur gaat achter me dicht. Dat betekent dat we ook niet meer terug kunnen nu. En ik ben heel benieuwd wat ik moet gaan doen. Ik weet niet of ik moet... Ik zie mijn hoofd al een soort vandaan. Maar de flapte versie van mijn hoofd. Ik weet niet zo goed wat de bedoeling is. Laten we even kijken of we wat mensen kunnen vinden waarmee we moeten... Oh, wat staat hier? Sleutel 5. Ah, de bedoeling is dat wij waarschijnlijk ontsnappen, jongens, uit deze omgeving hier. Sleutel 2, sleutel 5. Dus ik moet sleutels gaan zoeken. Oké, twee soorten sleutels nu al. Zijn er nog meer plekken? Kijk, hier aan het water zit sowieso iets. Niet eens, oké. Ik zie hier een grot, dat ziet er ook leuk uit. Hier een waterval. Ah, sleutel 3 heb ik hier nodig. Ja, oké, ik weet wel duidelijk nu dat de bedoeling voor mij hier is om te ontsnappen, jongens. En kijk, hier sleutel 4, dan moet alleen nog sleutel 1. Maar dat maakt niet uit. Laten we de sleutels even zoeken. Gewoon huizen ingaan, barrels openen, smokers bekijken, weet ik wat allemaal. Overal kijken tot we een keertje mogelijk een sleutel kunnen vinden. Dan kunnen wij ontsnappen uit deze kamer hier. Oeh, er is iets heel spannends hier te vinden. Ik ben namelijk het huis uitgegaan omdat ik in de nacht onverklaarbare dingen meemaakte. Ik wil hier weg en ik wens niemand om hier te zijn. Vlucht snel. Weet je, dat gaan we niet doen. We gaan niet vluchten. Er is hier niks engs gaande. Niks aan de hand, joh. Dat is een aansteller, dat persoon. Kijk, hieronder zit waarschijnlijk gewoon... Er zit helemaal niks. Er zit zo weinig zelfs dat er niet... Ah, kijk. Ik zie het al. Er zit daar iets verborgen, jongens, daarboven. Hoe komen we daar? Wacht even. Zo. Sleutel 1! Ik had alleen sleutel 1 gehad, nog niet gevonden. Dat meen je. Heb ik sleutel 1 gevonden, maar waar moet ik sleutel 1 stoppen? Is de grote vraag. De enige plek waar ik nog niet geweest ben is in die grot. Dus ik gok in die grot en anders bovenop de waterval misschien. Laten we eerst even de grot ingaan om te kijken. En daar hebben we hem. Sleutel 1. Laten we hem gelijk openen en naar binnen gaan. Kijken wat we kunnen vinden. Sleutel 2, jongens. We hebben sleutel 2 gevonden. Het ziet er wel leuk uit, dit allemaal. Het ziet er serieus heel leuk uit. Maar waar is sleutel 2 ook weer? Volgens mij hier. Of daarachter. Nee, achter was 4. Volgens mij was dit 2. Ja, is 2. Dan kunnen we naar binnen. En dan gok ik dat we hier nog een sleutel kunnen vinden. Namelijk sleutel 3. Die nemen we mee. Is er nog iets boven? Even kijken. Er is volgens mij niks meer boven hier. Sleutel 3 was niet hier. Daar was volgens mij 4. En 3 was volgens mij hier. Ja, hier. Sleutel 3. En dan gebeurt er. Boom. Er is een deur geopend. Welke deur is geopend? Let op. Er is een deur geopend. Niet deze deur. Boven misschien? In de waterval? Ik ben er nog niet eens geweest. Maar we kunnen alle die kant op gaan om even te kijken. En is hier iets geopend? Een deur of zo? We gaan even kijken hier of we wat kunnen vinden. Dit zit dicht. Er zit met een iron door. Zit dat zelfs dicht. En daar misschien is die wel geopend. Maar dan moet ik aan de andere kant zitten. Wacht even. Nou, daar kom... Ja, daar kan ik komen. Misschien een beetje parcouren. Is deze deur geopend? Nou, deze niet... Ja, het is een houten... Oh, wacht. Er zit er wel iets. Wat zit hier? Sleutel 4! Ik weet alleen niet wat sleutel 3 nu gedaan heeft. Er is ergens een deur geopend. Ik weet niet waar, maar we hebben sleutel 4 gevonden. Kunnen we hier in het water landen? Mooi. Ponk. Ja. Wat is er dan geopend? Welke deur? Weet je, voor nu is het niet belangrijk. Laten we eerst sleutel 4 gebruiken. Sleutel 4 was namelijk hierachter. Hier, kijk, sleutel 4. En daar vinden wij sleutel 5. Maar wat heeft sleutel 3 dan gedaan? Er is een deur geopend. Welke deur? Misschien in het huis? Een geheime deur of zo? Een geheime doorgang? Nee. Misschien komen we er nog wel. Misschien vinden we nog wel iets. Misschien was het wel die deur daarboven die open is gegaan. Dat het daadwerkelijk die was die eerst op slot zat. Laten we sleutel 5 even kijken. Komt-ie. Gaat deze deur, gok ik, open? Ja. Het is een schuifdeur. Daar gaat hij weer, jongens. En ik zie al gelijk een barrel daar weer in gekijken. Die is leeg. Deze is ook leeg. Oeh, ik denk dat we level 1 gehaald hebben, jongens. Dat ze dit gehaald hebben hier. Laten we snel doorgaan en kijken wat we nog meer kunnen vinden. Moeten we een beetje parkour moeten we hier doen? We vervelende ladder jumps. Oh, dat heb ik zo'n hekel aan deze. Zo, zelfde. Hier, kijk, deze is makkelijk, want hier kan je opspringen. Oh god, parkour, jongens. Parkour. Oeh, sleutel 7. Die moeten we niet vergeten. Maar waar is sleutel 6? We hebben 7 nu wel, maar... Wacht even, hoor. Misschien dat ik hier toch nog een sleutel mis.
dat ik te hard van stapel loop. Zou ik iets gemist hebben hier? Nou, misschien ook weer niet. Maakt niet uit, we nemen sleutel 7 mee. Moeten we weer opnieuw parcouren? Deze keer halen we hem in één keer. Zo, daar gaan we. Hoe komt hij? En dan van die moeilijke, of nou, moeilijke, vervelende sprongetjes. Oké, dat is gehaald. Dan zijn we hier aangekomen. Gaan we omhoog. Zeg maar dat hier sleutel 7 nodig is en niet 6. Elke barrel checken we even goed eventjes om te kijken dat we niks missen. En hier is sleutel 7. Ja, waar moet sleutel 6 dan zijn? Dat weet ik niet. 6 wordt overgeslagen. Laten we deze deur open doen. Welkom in de nieuwe map. Jongens, we hebben map 1 gehaald. Hey, hier hebben we, als het goed is, Jan is een... Of Roemer is een... Wacht, Jan? Een van de twee was een kip. Volgens mij was het Roemer is een kip en Jan is een eend. Volgens mij is het Roemer. Brief, ja kijk, Roemer is een keer. Brief voor Max en sleutel 8. Wat is er met 6 gebeurd? Hey, welkom in deze nieuwe stad. Deze stad is tenminste wel vredig en hier zijn geen rare dingen gebeurd. Ja, en de andere stad was een beetje een spookverhaal, maar ik heb geen spook gezien. Van wat ik heb gehoord natuurlijk, maar goed. Probeer je weg te vinden naar de volgende stad, want ik denk dat je nog wel wat kilometers hebt te gaan. Of niet, ik weet het niet, hebben we nog heel veel kilometers te gaan dan? Nou snel, pak mijn sleutels en succes. Tot zo direct. Oeh, we zijn zo meteen nog zien, Roemer. We zijn nu in een donkere sneeuwwereld aangekomen. En ik heb sleutel 8 heb ik bij me. Daar hebben we 9. Hier hebben we 8. Ah, dan kunnen we het huisje in. Dan bellen we eerst even netjes aan. Kijk al deze leuke pinguïns hier, jongens. Deze is zelfs aan het buik glijden. Hoe leuk is dat? Oh jee, mijn sleutel 13 en 12 helemaal. Dit wordt nog een avontuur, dit. Kijk, we hebben visjes bij ons. We kunnen even eten in geval dat we het trek hebben. Zo, sleutel 8. Boom, hier geplaatst. Zit daar iets onder? Nee, daar zit iets. Daar zit iets. Hier ergens zit een... iets verstopt. Dat weet ik zeker. Anders kan ik niet het huis in. Ergens zit iets. Maar waar? En waarom ben ik hier anders? Verdacht dit, jongens. Er is hier helemaal niks. Er is hier helemaal... Oh, wacht eens even. Ja, daar is het. Sleutel 9. Ik wou net zeggen. Dat kan niet niks zijn, dit. Sleutel 9. Die hadden we daar nodig. In dat hoekie. Bij de... Wat is het? Ja, een grote grot hier of zo. Gaan we weer in? Is hier iets achter verstopt? Sowieso wel. Nee. Nou, daar komt hij. Sleutel 9. Hoppakee. Gaan we naar binnen en daar vinden wij... Oh, sleutel 10. Hebben we nou sleutel 10 nodig? Waar kan ik sleutel 10... Oh, nee, wie is dit? Er zit iemand vast, jongens. Er zit iemand in het ijs vast. We moeten hem helpen. Althans, ik ga hem niet helpen. Stik erin. Laten we kijken of we sleutel... Wat is dit? Sleutel 11? Maar waar is sleutel 10? Is een hele goede vraag. Ja, oké. Dit wordt even een zoektochtje, jongens. Ik gevoel dat in het water of zo is dat het... dichtbij deze grot is, weet je, de sleutel. Dichterbij dan je zou denken. Misschien zelfs erop. Misschien kan ik erop klimmen vanaf hier. Kijk, vanaf hier kan je erop klimmen. Ik weet niet of dat de bedoeling is, maar we doen het maar gewoon. Gaan we er elk moment achter komen of het de bedoeling was. Het was niet de bedoeling, want er is hier niks te vinden. Misschien is hier wel powdered snow ergens, ja. En dat ik daar doorheen moet zakken. Oh, maar hoe ga je dat herkennen? Hoe ga je powdered snow herkennen? Maar ja, dat zou overal kunnen liggen, powdered snow, hè? Dus is ook wel misschien een beetje te moeilijk, dit. Als dat zo zijn. Oh, in de brievenbus, sleutel 10. Gewoon in de brievenbus bij dat huis, joh. Ik denk weer veel te moeilijk na. Ik ga helemaal aan powdered snow denken, maar het zit gewoon simpel in de brievenbus. Oké, waar zijn we beland? Wat is dit? Een donkere kamer met sleutel 11. Is hier nog meer te vinden? Nee, hè? Nee. Sleutel 11 was volgens mij ergens daar. Is dat sleutel 11? 12? 13? Maar waar is 11? Achter de sneeuwpop hier? Ja, achter de in de sneeuwpop zelfs. En daar hebben we 12. En bij 12 kunnen we waarschijnlijk 13 vinden. En dan kunnen we door naar de nieuwe wereld. Want ik moet door naar de volgende stad, heeft Roemer mij verteld. Kijk, kunnen we hier... Oh, we gaan... Oh, mijn god. Ik dacht dat ik gewoon even de barrels zou vinden. Maar nee hoor, we gaan een hele dungeon in. Hier zit dat achter, 100%. 100%. Niet eens? Oh, jawel, er zit wel wat achter. Kijk. Sleutel 13. En dit was waarschijnlijk niks. Oh, ik moest daar ook echt zitten. Ik dacht überhaupt voordat ik hierin ging kijken... Laten we hierin kijken. En hier staat ook daadwerkelijk gewoon wat ik zocht. Oké, sleutel 13. We gaan de goede kant op, jongens. We speedrunnen dit. We gaan er snel doorheen. Sleutel 13. 1, 2, hoppakee. Daar gaat er. Het is dag. Maar er is niks gebeurd verder. Oké, jongens. Ik heb de hendel overgehaald. Het is dag geworden. Maar voor de rest, ik had verwacht dat deze deur hier open zou gaan. Maar er is niks gebeurd. Dus misschien moet ik even een andere locatie goed om me heen kijken of zo. Of er nog meer dingen zijn gebeurd. Want... Naast het feit dat... Misschien is deze guy hier uit het ijs gesmolten omdat het dag is. Nee, ook niet. Er is vast wel iets gebeurd. Maar wat? Sleutel 13. Meerdere keren overgehaald. Ah, kijk, de deur gaat wel open. Goedendag. Hallo, jongens, de deur had vertraging. Dat maakt niet uit. Waar zijn we beland? Wat is dit? Ja, dat moet je toch echt zelf ontdekken. Maar jullie zijn er niet voor niks, neem ik aan. Nee, we waren gewoon even hier aan het rondlopen.
Oh, jullie waren... Hoe zijn jullie trouwens gekomen? Jullie begonnen daar en ik heb het hele avontuur gedaan en jullie zijn... We zijn met helikopter geweest. Oh, jullie zijn en de wandeling even hier. En ja. Jullie wandelen gewoon even hier. Nou, ja. Ik ga lekker mijn ding doen. Ik ga even kijken wat ik hier nu weer moet doen. Dan zijn we weer naar de volgende kamer en zo. Maar ik zie daar al een hele verdachte kist op de boom. Zullen wij teruggaan? Ja, op jou. Ja, gaan jullie die kant maar op. Dag jongens. Oké, wat moeten we doen? Er is hier een huis met de deur die dicht is. Er is hier een huis waar we waarschijnlijk naar binnen kunnen. En ik gok dat we hier moeten beginnen. De tv die staat aan. Dat is prima. Hieronder zit iets natuurlijk. Dat is altijd zo. Honk. Oh, geheime kamer jongens. Geheime kamer. We hebben hem. Met een kamer naar boven. En dan komen we op het dak. En daar moeten we zijn. Want ik zie daar een button. Wacht even hoor. Dit is heel irritant. Ja, zo. Een button. En die doet... Hoppakee. Wat doet die? Wat heeft... De deur daar ging open. Zag je dit, jongens? De deur ging open. Er ging een deur open. Wacht heel even. Ik wil alsnog even die kist daar looten. Maar ik zag dat die deur open... Oh, god. Ik zie een parcours. Dat wordt nog wat. Ik zie dat ik hier kan parcouren. Misschien is dit wel helemaal voor niks. Nu ik dit al gevonden heb. Maar even goed wil ik even kijken wat hier in die kist zit. Hij was leeg. Oh, hij was leeg. Wat een scam. Ik ben blij dat ik die geheime kamer in het huis gevonden heb. Nou, we gaan de... Oh, wat is dit nou weer? We zijn in een soort vulkaan beland of zo. Oh god, met de parcours jongens. En ik moet daar schieten, zie ik nu al. En dan gaat er waarschijnlijk een brug omhoog. Een heel avontuur weer. Laten we dit parcours even in één keer halen. Omdat wij natuurlijk de grote Minecraft parcours masters zijn. Parcours zijn wij nooit bang voor. Wij zijn masters. Alleen ladders vind ik echt vervelend. Nou, dit is nog wel te doen, deze ladders. Zolang het niet dubbele ladders zijn. Ik wil zeggen, is het te doen, maar ik val nog in de lava. Poging 2, daar gaan we. Poging 2. Deze keer halen we hem wel in één keer. Of althans, dan, nu is het eigenlijk niet meer in één keer. Nu is het gewoon in twee keer. Laddersprongetjes, jongens. Soms zijn ze makkelijk, zoals ik zeg. En dan faal je. En soms zijn ze moeilijk. En dan haal je ze. Weet je? Deze zijn moeilijk. Deze zijn moeilijk. Ah. Ah. Kijk, ik haat die echt. Die zijn zo vervelend. Omdat je daar niet meer op kan springen. Dan moet je er echt tegen... Oh, dat is zo irritant. Ik heb hier echt een hekel aan. Kijk, die kan je ook niet shiften doen. Die moet je gewoon sprinten. En het irritante is... Ik heb de druk van de lava... Heb ik een... Ah, joh, dat ging bij de fout. Kijk, ik moet er gewoon niet over nadenken. We gaan het gewoon doen. Gewoon in één keer. Niks aan de hand, joh. Die ladder sprong hier. Oh, joh. Hier, daar ben ik wel gewend. Niks aan de hand. Zo, doen we. Dat is dit. Dan springen we hier erop. Alsof het niks is. Springen we hier erop. Alsof het niks is. Doen we deze nog even. En dan tot slot. Om het af te sluiten. Ik was er bijna. Dat was legit de laatste. Dat was oprecht de laatste. Oké, we hebben hem. Oké. Niks aan het eindje. Niks aan het... Nee, waarom val ik nou helemaal naar beneden? Stom, echt stom. Wat een avontuur, hè. Eerst in een normale wereld, toen in één keer in een kerstwereld. Toen in één keer in grotten en weet ik wat allemaal. Toen hier bij een wijk, toen in één keer in een vulkaan. Ik heb echt een verhaal als ik thuis kom. Als ik ooit thuis kom. Ja, man, we hebben hem. We zijn de vulkaan uit, jongens. Niks aan de hand. Oh, wat ben ik hier blij mee. We vervelen rotladders. Een bow. En we hebben maar één arrow nodig. Let maar op, want we kunnen die target gewoon in één keer raken. Tonk. Dat gaat als het goed is. Oh, er is een deur geopend. Nou, ik zie het. Er is zelfs een brug geopend. Oh, maar we moeten alsnog parcouren. Ik ga dit wel achter me laten hier zo. Komt-ie. We gaan trouwens hierop springen. We gaan geen risico nemen. Ik wou in één keer hierop springen, maar we nemen geen risico. Waar zijn we beland? We zijn uit de vulkaan. Nu hier beneden is Jan en daaronder is Roemer. Ik denk dat dit een soort dropper is. Zitten hier dingen in verstopt, toevallig? Even kijken. Nee. Oké, laten we de dropper doen. Komt-ie, jongens, in één keer. Een dropper. Een dropper. Hoppakee. Waarom... Oh mijn god, ik land op de vol. Ik denk al, ben ik gescamd? Oké, in tweeën dan. In tweeën, geen probleem. Oh, moeilijker dan verwacht. Droppers zijn helemaal niet zo moeilijk. Alleen je moet altijd gewoon geluk hebben dat je geen... Je moet geluk hebben dat je geen pech hebt. Nou, zoals dit. We hebben hem, jongens. Niks aan de hand. We zijn door het hoofd van Jan en daarna door het hoofd van Roemer gegaan. Niet weer laddersprongetjes. Hoe zien deze? Oh, deze is makkelijk. Niks aan de hand. Dit zijn de makkelijke versies, jongens. Dit zijn gewoon de kleine, weet je? En dan hier... Nee, niet weer. En dit zijn wel de moeilijke. Waarom geven ze me zoveel ladders? Oeh, in één keer. Waarom zoveel ladders? Ze zijn vervelend. Hier nog meer. Ja. Ik kwam je gewoon even aanmoedigen. Oh, je kwam even aanmoedigen. Wij kwamen even zeggen dat je nog wel even omhoog moet. Ik moet zien, hoe ver moeten we nog? Ik denk nog wel 3 verdiepingen. Oh mijn god. Ik zulke torens. Nou, weet je, dank je wel. Ik ga mijn best doen. Oh, ja. Ja, zeg maar. Ja, je mag voor mij 2 ladders. Voor als het je echt niet lukt. Want ik ga ze niet gebruiken. Maar ik vind het leuk dat je eraan denkt. Ik ga wel mijn skill moet ik bewijzen. Ik wil niet dat je deed het valt. Hè. Nee, maar dat komt goed. Weet je, kijk, ik ga mijn skill aan jullie bewijzen dat ik dit gewoon kan in één keer. Dat ik helemaal geen hulpladders nodig heb hier. Kijk, het wordt al licht erboven. Kijk, daar gaan we al, zie je?
Nu jullie er zijn, heb ik in één keer moet ik onder druk presteren. En dan lukt het gewoon. Hier. Hoppa. Oh, dit is wel een nee, dit is wel een hele hoog. Maar dit zijn allemaal kleintjes. En die kleintjes zijn wat te doen. We zijn bijna boven, jongens. We zijn bijna ontsnapt uit deze grotten waar we nu vandaan komen. En dan ben ik benieuwd of we het dan hebben gehaald. Of dat er nog meer aankomt. Dan ben ik heel benieuwd naar. Hebben we het dan gehaald? Of komt er nog... Oeh, mijn god, ik faal. Of komt er nog meer aan? Oké, ik moet niet te makkelijk denken. Want ik zag al dat ik dan naar beneden gevallen. En dit wil ik niet opnieuw doen, dit. Oeh. Oh, nee! Dit bedoel ik. Dan denk ik weer te makkelijk en dan faal ik. Omdat het zo lang duurt. Dan ga je op een gegeven moment laks worden. Oh, mijn god, zoals dit. Oh, mijn god, jongens, waarom? Ik vind het zo spannend. Ik vind het zo spannend. Ik zit helemaal in spanning. Deze sprongetjes te maken. Oké, maar we zijn er bijna. Niks aan de hand. Niks aan de hand, jongens. Nee, het eindigt met een lange. Wacht. Ja. Oh, we hebben hem. Oké, en nu we zijn in één keer bij een gevangenis terechtgekomen. Ik wou net zeggen, gaat dit het zijn of is er nog meer? Maar blijkbaar, overduidelijk, is er nog meer, jongens. Oh, mijn deus. Laten we voordat we de gevangenis... Het lijkt wel op een gevangenis, maar misschien is het anders. Laten we eerst even rondlopen. Kijken of we hier buiten wat dingen kunnen vinden. Ik zag gewoon een grote tent hier. En ik gok dat ik hier iets ga vinden wat nuttig is. Of niet. Misschien niet. Blijkbaar niet. Ik heb niks gevonden. Hierboven misschien. Nee, ook niet. Nee, helemaal niks. Oké. Dan gaan we hier... Nou, gaat het nuttig zijn, deze barrels hier? Nee, deze barrels zijn voor de sier. Die gaan we niet gebruiken. Dan heel even aan de andere kant kijken of daar wat is. En dan wil ik hier naar binnen gaan. En het ziet er overduidelijk uit als een soort gevangenis. Ben ik bang. Dus we gaan die kant op, jongens. Eerst even snel hier spieken, maar ik denk niet dat er hier buiten iets is. Dat is gewoon een en al detail. Nou, de gevangenis gaan we in. Wat is dit allemaal? Hallo, links of rechts? Wat gaan we doen? We gaan rechts kiezen. En dan toch als prank links. Ja, die had je niet verwacht, hè? Ja, ik trapte er waard in. Waar zijn we beland? Wat is dit? Ja, ik... sorry, ik liep even vast. Ga maar gewoon zitten op de bank. En ik ga even zitten op de bank. Helemaal prima. Heb je wat eten voor me toevallig? Dat komt eraan. Dat komt eraan. Oké, helemaal prima. Ik moet even op de bank zitten, jongens. En dan zien we wel wat er gebeurt. Kijk, ik heb even wat zand voor je gepakt. Nieuwe visjes, die waren al op. Dankjewel. Ja. 15 visjes. Helemaal lekker. Zo, die gaan we terug hier stoppen. Ah, kijk, daar heb je al iemand, jongens. Het is niet zomaar iemand. Het is Jan. Jan de E. Ja, hallo. Mag je even meekomen? Ja, natuurlijk. Dat gaan we doen. Oh, mag je even al je spullen? Ik heb net weer eten gekregen. Moet ik het nu alweer wegdoen? Oh, nee. Eten mag hij houden. Eten mag je houden. Oh, nee. De rest twee ladders meer heb ik niet. Nee? Okay. Nee, meer heb ik niet. Ik heb twee ladders en meer niet. Ja, we moeten je helaas spijt gaan mededelen. Dat je bent aangehouden. Voor wat? Voor inbraak in het huis. Oh, dat huis met die geheime kamer. Ja, helaas. Maar ik moest nog iets... Oh, een beetje prima. Ik heb inderdaad ingebroken. Ik ben een schurk. Dus daarvoor ben je aangehouden, helaas. Oké. Okay. Dus je mag even mijn collega volgen. Oh, dan gaat de deur hier helemaal open. Waar gaan we helemaal heen? Ja. Status vol. Even status leeg. Oh, dit zijn gevangenen. En dan kan je hier even spullen pakken. Ja, ik ga mijn spulletjes pas pakken. Prison, schoenen, broek en een shirt. En dan een boek en quill. En water en... Appeltjes. Oh, kijk, we hebben appeltjes, jongens. Nou, ik heb mijn spulletjes bij elkaar getoverd. Wat gaan we doen? Ik zit ineens in de gevangenis, jongens. Ik moet in één keer meekomen. Er gebeurt echt van alles. Status vol. Wie zit hier dan? Er zit al iemand. Sorry, ik loop mee. Yes. Je mag hier bijheen gaan lopen. Ja, prima. Wat is dit? Regels in the prison. Welkom. Waarom ben je hier beland? Probeer in ieder geval goed te luisteren naar de guard. En gedraag je. Dan ben je er het snelste uit. Oh ja, al denk je ik ga ontsnappen, succes. Maar er zal dan zwaar naar je gezocht worden, succes. Oeh, ik geloof het allemaal. Ik zit vast, ontsnappen is niet mogelijk. Althans, het is misschien mogelijk, maar pas op, want dan word je zwaar gezocht. En misschien is dat dan ook wel de bedoeling dat we dat gaan doen. Ja, hallo, daar zijn we weer. Kijk, dan mag je meelopen. Oh god. Dan mag je in deze cel. Is dit mijn cel? Ja. Ja. Oh mijn deus, ik heb hier een bed, ik heb een kracht. Oké, prima. Fijne dag nog, meneer. Dankjewel, helemaal dikke prima. Nou jongens, we zijn in een cel beland. En ze zeggen fijne dag. Dus ik denk dat ik nu zelf weer moet gaan kijken of ik dingen kan uitvogelen en zo. Ik heb een boek en quill die is leeg. Ik heb hier nog een boek en quill die is niet leeg. Hallo! Er stond waarschijnlijk dat ze aanraden dat je niet moest gaan ontsnappen. Maar dat ga je wel doen. Natuurlijk gaan we dat wel doen. Zo niet, dan zit je hier nog wel lang. Nee, maar we gaan ontsnappen. Geen probleem. Maar zet je tijd uit totdat je moet gaan douchen. Dan zie je wel verder. Ik zal daar spullen voor je neerleggen, zodat je kan ontsnappen. Ah, kijk jongens, dit is top. Laten we hier dan gewoon mijn tijd uitzitten. Even kijken wat we allemaal kunnen letterlijk niks hier doen verder. Ze verwachten dat we moeten gaan douchen. En als dat gebeurt, dan kunnen we kijken wat we daar gaan vinden. Goedendag. Hallo. Hallo. Het is tijd om te gaan slapen. Dus de lampen gaan uit.
Oh, ik wou zeggen douchen, maar kan ik niet eens even douchen nog? Dat is morgenochtend. Oh, morgenochtend is douchen. Oké, dan ga ik lekker in mijn nest liggen. Ja, perfect. Een fijne nacht nog. Goedemorgen. Wel een heel... kijk jongens, bij mijn bed. Als ik een pickaxe heb, kan ik dit sowieso doorhakken. Maar trouwens, dit kan je ook met je hand door... Nee, ik weet niet of dat de bedoeling is. Ik denk niet dat de bedoeling is dat ik dit met de hand doorhak. Maar kijk, hier staat namelijk het stone bricks. Die zijn hier een beetje kapot en gebroken. Het is 2:30 s'nachts op het moment. Dus de tijd gaat snel. Het is niet de bedoeling dat ik dit doorhak. Dat weet ik zeker. Oh, het is nu in één keer 8:30 ochtend. De tijd is wel heel snel gegaan. Maar dit moet ik onthouden, jongens. Je zit hoe noem je dat? Barsten in de muur. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer. Het is tijd om te douchen, hè? Ja, 8:45. Tijd om kwart voor negen, tijd om te douchen. Welke kant gaan we op? Volg mij maar. Ik volg jou. Hey, jullie moeten denk ik ook douchen. Jullie stinken een beetje, jongens. Pardon? Ja, sorry. Misschien dat ik mijn eigen bovenlip gebruik. Oké, de douches. Auw, sorry. Kleedkamer. Nou, laten wij even douchen, jongens. Kijken of we in de kleedkamer... Nou, trouwens, ik ga niet echt douchen. Ik ga kijken of wij hier onze ontsnappingsspullen kunnen vinden. Even kijken, hoor. Oh, wat was dat? Nee, niks. Niks, zo. Oké, denk ik prima dan. Ik kon net douchen en ik hoorde in één keer allemaal... Oh, hier misschien... Ja, voor gebroken stone bricks. Dat is precies wat ik nodig had, jongens. Dat is wat ik bij mijn bed kan gebruiken. Nou, dan wachten we nog heel even. Jongens, ik ben klaar. Ik heb me omgekleed. Ik heb gedoucht. Ja, zeker. Ja. Neem een slokje water. Hartstikke lekker. Ik heb gedoucht. Ja. Dan mag u weer mijn collega volgen. Ja, dat gaan we doen. Dan gaan we denk ik weer terug naar de cel, hè? Zeker. Dan moeten we daar onze tijd weer uit gaan zitten. Nou, hier erin. Dit was naar binnen. De cel, inderdaad. Ja, nou, fijne dag denk ik nog. Geniet van de buitenwereld en zo. Ja, bedankt. Het ze niet weten, jongens, wat ze eigenlijk... Nou, misschien hebben ze het al door, maar ik hoop dat ze het door hebben. Is dat ik nu mijn pickaxe heb voor gebroken stone. Dat is dit, hier, en die. Dus dat stuk, daar kunnen we hier gaan sneaken. Dan gaan we denk ik gewoon lekker ontsnappen. Gaan we hier een of andere tunnel in? Moeten we helemaal gaan kruipen? Wat een spanning en sensatie. Het is wel een hele lange tunnel, dit. Misschien dat we als we dit hoekje om zijn, dat we er zijn? Nee, dan gaan we... Jemige, waar gaan we helemaal heen? Ik denk ook niet dat ze snel door hebben dat ik weg ben. Omdat ik bedoel... Dus ik ben net mijn cel ingegaan, dus dat ze me zouden controleren, dat lijkt me sterk. Zo snel mogelijk. Even kijken hoor. Jee, maar wat is dit een lange tunnel? Waar gaat het helemaal heen? Ik zie daar licht. Dat doet me goed, dat ik daar licht zie. En het is geen redstone licht wat ik hier zie. Ik zie hier gewoon normaal licht. Het is wel redstone licht. De tunnel blijft doorgaan. Er is een gevangene ontsnapt. Dat alarm gaat af. Oh god jongens, het alarm gaat af. Dit is niet goed. Dit is niet de bedoeling. De tunnel is nog langer. Oké jongens, ik denk dat we er zijn. Hier naar beneden. Dus, een waterval. Of waterval, een val in het water. Daar gaan we, boom. Je hebt 5 minuten om een kelder te vinden bij een boom. We zijn in een mega donker bos. Een kelder bij een boom. En ik heb 5 minuten de tijd. Maar het is zo donker. Ik zie niks. Ik zie letterlijk niks. Oh mijn god, jongens. Een kelder bij een boom. Natuurlijk, een kelder bij een boom. Wat is de kans dat ik dat ga... Ik heb hem gevonden. Ik heb hem gevonden. Echt heel snel. Ik heb hem heel snel gevonden. Ik heb net volgens mij binnen 15 seconden heb ik hem gevonden zelfs. Wacht, ik wil even kijken wat er nog meer is allemaal hier. Ik bedoel, we hebben hem toch al gevonden. Volgens mij is er naast bomen en de donker dicht... noem je dat? Dicht... Bevolkt bos, dicht bebost bos, weet ik wat. Het is een dicht bos, we gaan naar beneden. We zijn in een grot beland, jongens. De pickaxe heb ik niet meer nodig, dit boekje ook niet meer. Jan, zegt Roemer in zijn kip in de chat. Oh jee, wat is er aan de hand? Waar is ze? Oh, ze zijn me aan het zoeken, jongens. Ze zijn me aan het zoeken. Ze gaan me niet vinden, ik zit hier toch in een geheime grot. Hier met Martin de... Wat is het? Martin de Axolotl, ik zie hem niet. Nee, jongens, ik zit in een grot. Ik zit in een... Wacht, wat is dit? Oh, ik ben geteleporteerd! Waar ben ik naartoe geteleporteerd? Een kelder. Oh god, ze zitten achter me, jongens. Dat is een boek. Hey Max, je moet deze vraag beantwoorden. Zodra je dat hebt gedaan, mag je verder gaan. Als je vragen hebt, kan je Roemer of Jan roepen. Veel succes. Maar dat zijn de Nou, weet je wat? Er zijn ontsnapt. Ze zijn geen bewakers meer. Hoeveel vlaggen hangen er aan de Ajax-zijde? Aan de Ajax-zijde? Wat? Welke kleuren bevatten de Rotterdamse vlag? Oh, wacht. Ah, laat me zitten. Ik vond hem toch al een niets nut. Roemer, wat is dit voor verraad? Hoeveel mensen staan er op het veld? Welk veld? Waar, welke drie vragen? Huh? Ik snap er echt eventjes niks van. Je moet vragen beantwoorden, maar waar hebben ze het over? Oh mijn god, ik snap het al. We zijn in een voetbalstadion, jongens. Dat is het. Ik snapte er al helemaal even niks van. Hoeveel mensen staan er op het veld? Volgens mij 0. Wacht even hoor. Volgens mij 0. Hier, hoeveel mensen staan er op het veld? 0. Hoeveel vlaggen hangen er aan de Ajax-zijde? Oh god, wacht even jongens. Laten we rustig... Dit is gewoon een mega voetbalstadion dit. Wacht heel even. Hoeveel vlaggen hangen er? Laten we even naar beneden springen. We gaan het gewoon doen. We gaan gewoon naar beneden springen. Ik wil op het veld. Ik wil het veld op. Staan er echt 0 mensen op het veld? Volgens mij wel hè. Volgens mij staat er helemaal niemand.
Hoeveel vlaggen hangen er? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23. Welke kleuren bevat de Rotterdamse vlag? De cornervlag van de Feyenoordzijde. Dat is deze. Groen en wit. Groen en wit. Groen en wit. Done. Oké, als het goed is heb ik ze allemaal ingevuld. Hoeveel vlaggen hangen er aan de Ajaxzijde? Ja, ja, ja. 23, groen en wit en 0. Klopt dat? Volgens mij wel, hè? Heb ik het fout? Nee, toch? Volgens mij niet. Er is een deur geopend. Welke deur? Er is ergens een deur geopend. Maar waar? Moet ik terug omhoog? Hoe kom ik terug omhoog? Ik denk niet dat ik terug omhoog kom. Waar is een deur geopend? Misschien kan ik achter de tribune langs hier. Denk het wel. Kijk, je kan daar achter langs. Is daar iets? Hier misschien? Nee. Hier misschien? Nee. Er is ergens een deur geopend. Maar waar? Niet aan het einde daar. Nee, niet aan het einde. Hallo? Waar zit de deur? Ja, ik zou eigenlijk gewoon weer naar boven komen hier. Oh ja, maar hoe kom ik daar? Oh, wacht. Ah, kijk, daar is parcours. Ik zie het al. Nou, parcours, daar is een trappetje. Kom eraan, wacht even hoor. Wat een cool stadion dit, jongens. Vooral dat de ene helft is, zeg maar... Het zijn twee verschillende stadions, volgens mij. De ene helft heeft namelijk... Het is, je ziet het duidelijk. Het zijn twee compleet verschillende stadions in tweeën gesplitst. Ja, heel leuk. Natuurlijk geen boze mensen hebben die moeten kiezen tussen Feyenoord en Ajax. Dus jullie hebben de Johan Cruijff Arena en de Kuip of zo, jullie allebei gemaakt. Het is gewoon een combi van allebei. Leuk. Kijk, als je meeloopt. En dan lopen we hierheen. Oh, en dan is hier nu de deur geopend of zo. Als je hier even gaat wachten. Ik zal gewoon echt even vertrouwens maken. Oh, ah, het is in één keer heel donker. Ik vind het helemaal prima. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar we staan hier nu in een ruimte te wachten. In het pikken donker. Ik zie helemaal niks. En hij zei, je moet ons vertrouwen. Een moment geduld. Ik heb een moment geduld. Aan het laden. Er is iets aan het laden. Oh. Oh, het is klaar. Ik heb het gehaald. Of niet? Dat was hem. Waar is Jan? Oh, daar is Jan. Ah, ja. Oh, jij kwam uit het niets in één keer. Jongens, ik vond het heel leuk. Ik ben echt van stad, naar het kerstdorp, naar grot, naar dichtbevolkt. Wat vonden jullie ervan dat ik jullie kelders versneld heb gevonden? Ja, echt een beetje. Eindelijk. Ja, die was we waren nog onze kleren aan het aandoen en toen... Ja, ik had heel snel in die kelder had ik gevonden. Nee, ik vond het leuk, man. Ik vond het echt leuk in elkaar gezet. Jullie hebben een hele leuke map gezet. Een leuke map van de kijker was dit. Willen jullie nog wat zeggen voor de video? Want mensen thuis, jullie mogen nu in de reacties mogen jullie een cijfer achterlaten... wat jullie van deze map vinden op schaal van 0 tot 1 tot 10. Weet je? Dus laat nu zeker wat achter in de reacties. Willen jullie nog wat tegen de kijker zeggen waardoor ze misschien een hoger cijfer achterlaten? Ja, Ajax is beter dan Feyenoord. Nee, Ajax is beter dan Feyenoord, beter. Goed, dan heb je misschien juist 50% van de kijkers juist boos gemaakt. Ja, nee. Maar Feyenoord is wel echt beter. Nou, dan maak jij de andere 50% weer blij. Ja. Nou jongens, dankjewel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken, vergeet zeker even niet te abonneren. En laat ook even een leuke reactie achter voor Roemer en Jan. Jullie hebben een hele leuke map gemaakt. En dan nu, kijk lekker deze video. Dit is namelijk ook een hele leuke video waarin mensen een grote onderwaterwereld gingen simuleren. Jan en Roemer zitten ook in deze video, dus zeker even kijken. En dan nu spreek je later, glaasje water, telt 4 flesjes bier. Tot de volgende keer. Yo!